Ik open deze vergadering en heet u van allen van harte welkom bij de vaste commissie voor economische zaken en klimaat. Aan de orde is een technische briefing en meer specifiek een gesprek met de nationale ombudsman over het rapport Beloftes maken schuld in zaken gaswinning Groningen. Ik heet de nationale ombudsman hemzelf van harte welkom, de heer Van Zutphen. Ik heet de heer Van der Wiel van harte welkom, coördinator gaswinning bij de nationale ombudsman. En de heer De Jong, onderzoeker structurele aanpak wonen en zorg bij de nationale ombudsman. Niet geheel verrassend. Dan ga ik allereerst het woord geven aan de heer Van Zutphen. Hij heeft enkele minuten nodig om een inleiding te doen en dan wil ik daarna voorstellen de vragen van de Kamer op u af te laten vuren. De heer Van Zutphen. Dank u wel, voorzitter. Dank voor de kans om hier wat te zeggen over wat we al een tijdje geleden hebben geschreven. Een stand van zaken onder de titel Beloftes maken schuld. Ik wil er graag een paar woorden aan wijden en ben heel graag bereid om samen met de collega's allerlei vragen die er mochten zijn of opheldering die verschaft moet worden ook die daadwerkelijk te geven. Twee opmerkingen vooraf. Natuurlijk de afgelopen week veel gesproken overal in het land, ook in Groningen natuurlijk als eerste in Groningen, over het rapport van de enquêtecommissie. Heel belangrijk, komt vast nog later aan de orde. Wat wij schreven is van voor die tijd, maar heeft er wel heel veel mee te maken, omdat er ook heel veel overeenstemming is tussen datgene wat wij al eerder schreven en wat in al die bladzijden van uw parlementaire enquêtecommissie is opgeschreven. Toch over dat rapport en een woord wat daar gebruikt is, graag heel kort de kans om daar iets over te zeggen. Er wordt gesproken over het woord met het woord ereschuld. En ik snap dat. Ik vind het ook best wel een belangrijk woord. Maar ik hoop niet dat het zover komt dat het alleen maar over de ereschuld gaat en niet over gewoon de materiële juridische schuld die er bestaat om schade te vergoeden en de woningen te versterken. Dus ereschuld ja. Voor heel veel dingen is dat van groot belang. De sociale cohesie, het perspectief op de toekomst, scholing, opleiding, jeugd natuurlijk. Er is een bijzondere situatie waaraan tegemoet wordt gekomen. Maar het moet niet zo zijn dat het nu alleen maar gaat over dat deeltje eren. Maar dat het vooral ook gaat, daar gaat ook ons rapport Beloftes maken schuld over. Het gaat over de harde juridische aansprakelijkheid die er naar onze overtuiging is. En overigens ook volgens alle rapporten die ik erover heb gelezen. Dus dat is wel voor mij van belang om dat hier nu op dit moment te zeggen. En het andere is, we hebben u ook ongetwijfeld de brief van de staatssecretaris gezien over het niet meer in hoger beroep gaan van uitspraken van de rechter in eerste aanleg. Dat lijkt een belangrijke handreiking naar mensen die aan het procederen zijn tegen de staat. Ik kan het nog niet helemaal overzien, maar toen ik het las, bekroop mij vooral het idee, hoe zorgen we er nou voor dat het niet zo ver gaat komen dat we bij die rechter terecht gaan komen. Want dit is weer helemaal aan het einde. En dan staat er, ja, dan zullen we niet in hoger beroep gaan bij de afdeling bestuursrechtspraak. En misschien gaan we wel prejudiciële vragen stellen. Dat kan alleen maar onder hele bijzondere omstandigheden. En als dat er niet kan, dan gaan we misschien toch in hoger beroep. Dus ik vraag me af wat een Groninger die in de clinch ligt met de overheid over zijn schade, wat die aan deze mededeling heeft. En in zijn algemeenheid zou ik daaraan willen koppelen de opmerking, laten we het nou vooral niet verder juridiseren. Dat is al veel te vaak en veel te snel gebeurd. En ik zie het wel meer en breder ook bij de overheid. Overal op dit moment als er iets is en we denken, oh, nou ja, die burger komt wel in de knel en dat gebeurt regelmatig, dan gaan we zorgen voor gratis juridische bijstand. Dan gaan we toevoegingen, dan komt de Raad van Rechtsbijstand in beeld. En dat nou net in een tijd waarin iedereen het erover eens is, althans heel veel onder ons, dat het toernooimodel zou moeten worden verlaten. En wat doet de overheid? De overheid creëert juridische bijstand, waardoor het toernooimodel in optima forma vorm gaat krijgen. En ik zou het toch ernstig willen pleiten, natuurlijk daar waar de rechter moet spreken en daar waar juristen aan bod moeten komen, moet die kans geboden worden en dat moet zo gemakkelijk mogelijk zijn voor de Groningers. Maar iedereen heeft er vooral baat bij om het niet zo ver te laten komen. Dus die ruimhartigheid om niet in hoger beroep te gaan zou zich moeten vertalen in ruimhartigheid om in bezwaar de burger al gelijk te geven. Dat waren de twee opmerkingen vooraf die ik toch wel heel graag wilde maken, omdat ze bij de actualiteit horen en actueler zijn dan het rapport waar we het verder vandaag over hebben. Beloftes maken schuld. De ontwikkelingen ten aanzien van de gevolgen van de gaswinning, zoals die in 2022 zich hebben voorgedaan, althans voor zover wij daar vanuit onze bemoeienis daar iets over kunnen zeggen.
We hebben voor onszelf ook op een rijtje gezet, hoe lang zijn we daar al niet mee bezig? Nou, onze eerste bemoeienissen en mijn eerste echte daadwerkelijke kennismaking met de scheuren en de fundamenten die hebben te lijden onder de bevingen, dat is van 2015, dus al 7 jaar proberen we op allerlei manieren duidelijk te maken wat er van belang is voor de Groningers. En dat komt ook weer op die manier terug in het rapport Beloftes maken schuld. Een paar opmerkingen daarover. In de allereerste plaats, ik denk dat we moeten proberen met z'n allen toch een zeker optimisme aan de dag te leggen, dat het nu tijd is om met wat er staat in het rapport van de enquêtecommissie, maar ook met het werk wat wij hebben geleverd en wat anderen hebben gedaan, om nu voor de Groningers de situatie te creëren dat het daadwerkelijk merkbaar, voelbaar, zichtbaar iets gaat veranderen. Wij krijgen in onze gesprekken en de klachten die we krijgen toch nog steeds de indruk dat daar wel wat te winnen valt en zelfs wel heel veel te winnen valt. Er is nog steeds te veel sprake van goede voornemens. Dat zijn die beloftes. Die worden niet ingelost. Dus die schuld die blijft bestaan. En het is niet genoeg om te zeggen, ja, maar we doen enorm ons best. Want enorm je best doen, dat wordt voorondersteld. Dat is normaal. Maar resultaatboeken is het nog niet. Dus er gebeurt wel hier en daar iets. En natuurlijk, hè, de wat minder moeilijke dingen die worden afgehandeld en afgewikkeld, ook tot tevredenheid. Dat moeten we niet vergeten. Maar als het gaat om de werkelijke grote en complexe problemen, als het gaat over al die huizen die versterkt moeten worden, soms door vernieuwbouw of helemaal nieuwbouw, de schades die moeten worden hersteld, de complexiteit daarvan, maar ook de impact die het heeft op het sociale leven, op het maatschappelijk leven, op de cohesie, op het welbevinden van de mensen, daar blijven de beloftes overeind, maar zijn nog niet ingelost. Als het gaat om de onzekerheid waarin mensen verkeren, is eigenlijk wel de volgende opmerking die ik zou willen maken. De onzekerheid die duurt voort. Er wordt nog veel te veel gesproken over we zullen ruimhartig en we hebben aandacht voor de schrijnende situaties en we gaan echt nu met de dorpenaanpak beginnen. En als wij dan spreken met de Groningers, dan is het ook wel een beetje de afgelopen week dat ze zeggen, ja weet je, we wisten het al, het is fijn dat het nog een keer is gezegd, ook, dat geldt ook voor onze rapporten, maar het vertrouwen dat er nu echt iets gaat veranderen, dat is nog steeds wel heel erg ver weg. En vooral voor diegenen die overheid het hardst nodig hebben. Als het gaat over de schade, wordt toch wel vaak aan ons ook verteld door de Groningers dat ze vinden dat er wel heel veel verschillen zijn in de manier waarop mensen worden behandeld. Terwijl er meer gelijkheid in de aanpak en in de uitkomsten van de schadeafwikkeling zou moeten zijn, in hun ogen in ieder geval, en ook wel in onze ogen. We merken dat als het gaat over de schademeldingen en het afwikkelen van die schademeldingen en de beslistermijnen die daarbij zijn gehanteerd, dat die regelmatig en ruim worden overschreden, maar dat de communicatie daarover, het vertellen aan de mensen waarom en hoe lang ze dan nog alsnog moeten wachten op een uiteindelijke beslissing, dat daar nog wel het een en ander aan schort, dat het veel beter kan. En het IMG, het instituut, wordt toch wel ervaren als, nou, door als formeel, juridisch formeel, en ook wel enig gebrek aan flexibiliteit wordt geconstateerd. En dan zijn er, dat weet u ongetwijfeld ook al, ik zeg denk ik ook helemaal niet veel nieuws nu vanmiddag hier, maar dan de steeds maar wisselende situatie rondom valt mijn woning wel in een bepaald gebied of niet. De omkering van de bewijslast en het terugdraaien van de omkering van de bewijslast. En daarna de discussie over de vraag, maar wat moeten we nou eigenlijk doen? Want die omkering die is nu geëindigd voor bepaalde woningen en bepaalde streken. En dan komt er weer vanuit deze Haagse stolp, zou ik bijna willen zeggen, de mededeling naar Groningen, dat we nu gaan kijken of we dan toch niet op een of andere manier via wetgeving het alsnog kunnen omdraaien. Waarbij wordt gezegd, nou ja, misschien dan toch maar dat gaat nog een tijdje duren, want dan heb ik een wet nodig in formele zin. Niet aan het daar is onbegrip over waarom niet naar die ruimhartigheid in de plaats zou kunnen komen voor al die ook juridische formaliteiten van bewijslast en omkeringen wat daarbij hoort. Waarom kijken we niet gewoon, wat hebben mensen nodig en waarom kunnen we dat niet aan ze brengen en geven? En dat is dat gaat dus over het toepassingsgebied van de regelingen en het onbegrip wat Groningers daarbij hebben. En wat mensen ons vertellen, dat is dat er sprake is van toch wel, nou ja, nog steeds gebrek in de samenwerking tussen organisaties en de samenhang
van schade en versterken. Maar ook van wat er in een dorp moet gebeuren en wat er allemaal wel niet nodig is om het buurthuis van de grond te krijgen. Daar zie je dat er heel veel langs elkaar heen wordt gewerkt en dat dat veel beter zou kunnen. Daarom gaven we een aantal aandachtspunten mee in dit laatste, meest recente stuk wat wij geschreven hebben. Het gaat toch weer opnieuw, en u zult het van de ombudsman niet gek vinden dat hij het zegt, dat verwachtingen moeten worden waargemaakt, dat toezeggingen moeten worden nagekomen en beloftes moeten worden ingelost. Men wacht daar echt op en vindt dat een eerste stap die nodig is om op enige wijze iets te doen aan het terugkeren van het vertrouwen. De samenwerking onderling van de organisaties moet beter, zowel bij beleid als bij uitvoering, maar vooral in de samenwerking tussen beleid en uitvoering. Er worden fouten gemaakt, ook in al die processen van het herstel en van de schade. En van laten we nou met elkaar afspreken dat als daar fouten zijn gemaakt, dat dat snel kan worden hersteld. Dat we dat op een eenvoudige manier voor elkaar krijgen. Dat we daar niet in procedures verzeild raken die dan weer die fout maken enzovoort. We zien ook dat de dorpenaanpak misschien toch uiteindelijk niet echt de dorpenaanpak wordt waar wij op gehoopt hadden. Maar dat het is... misschien een enige versnelling van een proces wat al was ingezet. Nou, iedere versnelling is welkom, hoewel we ook wel het rapport van de Rijksbouwmeester en zijn brief daarbij serieus moeten nemen. Maar het is wel hoog tijd voor begin en stappen zetten. Maar de dorpenaanpak kan wat ons betreft nog wel wat meer naar de echte dorpenaanpak dan het nu lijkt te zijn. We zien ook allerlei veranderingen in communicatiestrategieën en iedereen doet enorm zijn best. Maar ik zou toch wel willen pleiten, afsluitend voor die eerste paar minuten, dat we echt bij alles wat we doen de burger als uitgangspunt nemen. Zijn perspectief, haar perspectief, de bijzondere situatie. En dat met niet al te veel moeilijke regels mensen verder helpen en eigenlijk voor het eerst ook gaan helpen. Nogmaals, er is veel wat goed is gegaan. Mensen waar het niet heel ingewikkeld is, zijn snel en goed geholpen. Maar daar waar het ietsje moeilijker wordt, lopen we echt nog achter bij de beloftes die er zijn gedaan. En we schreven het al, beloftes maken schuld. Dank u wel. Dank, de heer Van Zutphen. Dan wil ik gelijk naar de zijde van de Kamer overgaan. En ik wil met u afspreken dat we beginnen met één vraag en de mogelijkheid om direct ook een vervolgvraag te stellen. Dat doen we eventjes vanwege de opkomst die aan de hoge kant is. Dan ga ik beginnen bij de heer Nijboer, die was als eerste binnen. Dank u wel. Hartelijk dank voor de ombudsman, ook voor zijn goede werk voor Groningen. De dorpenaanpak loopt niet zoals gehoopt. Wij gehoopt hadden, zei u zojuist. Dat herken ik eerlijk gezegd wel, helaas. Maar zou u, want ik heb er wel een oordeel over, maar zou u eens kunnen zeggen waar dan nou precies dat u meer had gehoopt? Op welke onderdelen? Waar precies de zorg zit? Zit dat in ongelijke behandeling van huizen? Zit dat in andere zaken? De heer Van Zutphen. Ik denk dat het wat ons betreft, vanuit de manier waarop wij kijken naar deze problemen, dat er nog steeds te weinig met de mensen zelf gesproken wordt. Dus begin nou eens van, er moet iets gebeuren. Wat wil je zelf? Wat kan je zelf? Wat is belangrijk? Zorg dat de hele straat meedoet. Dat de hele wijk meedoet. Dat er niet juridische uitzonderingen worden gemaakt in die wijk. Dat mensen het gevoel krijgen dat sommigen worden voorgetrokken en anderen worden achtergelaten. Dat wie wordt achtergelaten, dat gebeurt op basis van je hebt misschien helemaal geen schade of er iets anders aan. Nee, als je een dorpenaanpak hebt, dan help je het dorp. En je zorgt ervoor dat degenen die in het dorp wonen en werken en naar school gaan, dat die mee kunnen praten over hoe dat eruit komt te zien. En hoe dan ook voortvarendheid en snelheid in het proces kan worden gebracht. Die stappen worden naar mijn idee overgeslagen. Dus er wordt al te snel gezet, we gaan nu aan de slag. Er wordt niet gekeken wie wordt er achtergelaten. Wat doet dat met de bevolking en met de mensen die daar wonen als je die ongelijkheid toch constateert. We zien nog steeds de ene helft van de straat wel en de andere helft van de straat niet. Om en om soms de huizen. Dat moet echt op een andere manier aangepakt worden met de stem en de activiteit van de mensen zelf. Ik kijk even of ik dat, want jullie zijn in het gebied met grotere regelmaat dan ik. Maar dat is wat ik in ieder geval zie bij die dorpenaanpak. De heer Van der Wiel. Ja, een van de zorgen die mensen hebben is van wat betekent het nu als ik al in het traject zat en de dorpenaanpak komt daar dan overheen. Maar er zit een verschil in, is dit nou een versnelling of niet? En wat is het doel eigenlijk van die dorpaanpak? En dat roept vragen op bij bewoners die zich melden. Die denken, dit gaat eigenlijk eerder voor mij voor een vertraging zorgen. En dan ontstaat onduidelijkheid en dan ontstaat de behoefte aan helderheid van de overheid. En die wordt dan vaak niet gegeven, omdat men eigenlijk met een nieuw proces is begonnen wat zich nog moet gaan bewijzen. En daar zit dus eigenlijk
wat je breder ziet. De behoefte aan helderheid, een eerlijke begripvolle overheid die laat zien van dit gaat het worden. Die antwoorden zijn er dan niet. Dus de vragen worden wel gesteld, maar de antwoorden zijn er niet. En dat is over de grote linie volgens mij. Het gaat over sterken waar bewoners zich in vastlopen en dan geen andere weg zien dan ook de ombudsman. Terwijl de antwoorden zitten bij die overheid, of niet, maar leg dat dan uit. Nou, daar stokt het, zeker in het begin, vertraging. Ja, en nu is het een manier van versterken, de aanpak, ja. En dan zien we de klassieke problemen bijna. Nog een korte vervolgvraag. Voorzitter, dan zeker. Graag. Ik zie ook dat verschil in behandeling in die straat, hè, maar ook tussen de dorpen in de dorpenaanpak en de andere dorpen. En ik vond in de rapportage, ik had hem in november gelezen, maar ik heb hem vanochtend nog even weer erbij gepakt. Ik vond dat het splijten van dorpen, vond ik nog niet zo heel nadrukkelijk in die rapportage. Ziet u dat wel? Want het is echt. Ook Wientjes zei dan van, nou, we gaan maar allemaal van het gas af. Maar je zult dat maar in die vier dorpen doen en in alle gehuchten en dorpen eromheen niet. Dat is. Ja, ik vind het niet uit te leggen, maar ik weet niet, of u er anders over. De heer Van Zutphen. Ik weet niet of ik het wel kan uitleggen. Maar in ieder geval zien wij dat ook. Hè. We hebben al eerder gezien, ook door de manier waarop wij, als u eerdere uitingen en schriftelijke, maar ook de beelden die we hebben gemaakt in Groningen, in de dorpen en in de steden. Ik ben helemaal in bezoek aan het Zand. Waar we dat ook gewoon zagen in de straat. Eén huis wel weg, een groot gat en een ander niet. Mensen kunnen niet aan elkaar uitleggen waarom jouw huis er nog staat en het andere al weg is. Dat is op het niveau van de straat en de kleine dorpen. De verschillen tussen de dorpen onderling zijn ook groot. Maar ik denk dat als we met de Groningers spreken, dat ze vooral kijken naar daar waar zij wonen en leven. Daar moet het gevoel zijn. En niet alleen maar het gevoel, maar dat moet ook ervaren worden als daadwerkelijk. Hier wordt iets hersteld, namelijk het dorp en de manier waarop wij wonen en leven. En dat gevoel ontbreekt. En dat komt omdat het toch te fragmentarisch is. En omdat het toch, als het niet lukt, men terugvalt op juridische processen zoals Jos net uitlegt. Want mensen hebben dan ook geen ander instrument meer dan bezwaar maken of iets anders ter hand te nemen. Dus, en we zagen het ook weer op een aantal media de afgelopen weken, hè, waar we ook die straten weer zagen. Dus ja, ik vind verschillen tussen gemeenten en binnengemeenten, verschillende vlekken of hoe je het precies wil noemen, kleinere dorpen, dat mag er wel zijn. Maar het gemeenschappelijke en het vergelijkbare en het gelijke moet zijn dat iedereen mee kan praten over hoe zijn wonen en zijn leven in dat dorp, in die stad eruit ziet. Dat is de gelijkheid. Die moet worden nagestreefd. Dank. Ga ik over naar mevrouw Beckman. Eén vraag en eventueel een korte vervolgvraag. Mevrouw Beckman, SP. Ja, dank u wel. En dank ook voor uw toelichting. Ik wilde een vraag stellen over de immateriële schade. Daar heeft u kort iets over gezegd in uw rapport. Dat rapport is natuurlijk alweer eventjes oud. Wij krijgen daar ook veel klachten over. Dat mensen het gevoel hebben dat ze ook ongelijk behandeld worden. Ook binnen gezinnen. Ik zie al heel veel geknik. Misschien moet ik het gewoon daarbij laten en luisteren naar het antwoord of daar, nou ja, wat daar het beeld is, wat daar ontstaat. Geef ik het woord aan de heer Van der Wiel. Nou, ik denk in het laatste commissiedebat wat u voerde, zag ik die voorbeelden ook voorbij komen. En dat gaat over wat is nu eigenlijk het doel van de IMS-regeling, de immateriële schaderegeling. De IMG ziet dat als een manier om schade te vergoeden. En ik denk dat veel bewoners die zich bij ons melden, vinden dat dit een regeling is om hun persoonlijk leed te compenseren en een tegemoetkoming te geven voor wat zij ervaren hebben. Er zitten vragen in, ook de vragenlijst over versterken, maar vervolgens gaat het niet over versterken. En dat maakt het onduidelijk. Volgens mij is de IMG bezig om te kijken van hoe kunnen we het model aanpassen zodat eerder duidelijk wordt wat is deze regeling. Maar ja, het woord immateriële schade maakt dat mensen daar een andere verwachting hebben. En ook in het proces waarop dat is opgezet nu. De klachten die wij erover krijgen, en dat zijn er niet heel veel hoor, maar dat gaat erover eigenlijk van, oké, maar dan wil ik nog steeds een gesprek met de IMG om uit te kunnen leggen waar het mij om gaat. En dat model is een groot model, omdat het om heel veel gevallen gaat. En in heel veel gevallen gaat dat goed. En dan mist die persoonlijke connectie met de overheid om het verhaal te kunnen doen, om niet alleen tegenover een jurist te zitten, maar ook misschien een psycholoog om erkenning te krijgen, want dat is voor veel mensen ook de reden om die schade aan te vragen. Maar die erkenning blijft dan uit en dan wordt het een frustratie, terwijl de regeling een ander doel had.
ja, er lopen nu rechtszaken, vragen over... mag de IMG niet die versterking meenemen? Maar dan is de vraag, heeft de NCG een regeling voor immateriële schade? Die veroorzaakt wordt door versterkingstrajecten. En dan komen we misschien ook een beetje uit op de schuld en het rapport van de enquêtecommissie. Mevrouw Beckerman. Ja, want dat is precies wat we heel veel zien. Ook, hè? Ook dat die instituten dus niet samenwerken daarop. En vervolgvraag zou ik graag over de kinderen en immateriële schade willen stellen. Die regeling is nog niet open, behalve in hele specifieke gevallen. Maar krijgen we nu al veel meldingen van, want zij krijgen maar een klein deeltje van wat de ouders krijgen. Terwijl heel veel mensen zeggen, ja, en voor de toekomst is het heel noodzakelijk dat kinderen erkend worden in hun leed. En het is ook heel erg, juist kinderen hebben soms, gelukkig niet altijd, daar heel veel last van. Herkent u dat en heeft u daar een beeld bij van hoe zou je dat nou, hè? Want die is nog niet ingegaan. Dus daar zouden we als Kamer nog iets van kunnen vinden, helemaal zonder dat er nog iets gebeurd is. Wat wilt u ons daarop meegeven? Is daar iets op mee te geven? De heer Van Zutphen. Dit punt maakt de kinderombudsman ook. Hè? Mevrouw Kalverboer heeft precies hetzelfde gezegd wat u zegt. Wij zeggen het ook haar na. En het komt ook bij kinderen er uiteindelijk op neer dat het gaat niet om het geld. Het geld is uiteindelijk een laatste manier om uit te drukken dat wat je hebt erkend en wat er fout is gegaan en wat het besef dat er iets vreselijks is gebeurd in het leven van mensen, kinderen en gezinnen. En dan heb je niks anders meer dan, nou ja, dan misschien. En dat is een fenomeen dat we overigens ook bij andere hersteloperaties heel duidelijk zien. Dus ik denk dat eigenlijk ook in die kindregeling dat het erom zou moeten gaan, dat we het omdraaien. Want het lijkt nu net over dat het erover gaat van hoeveel moet je dan krijgen en hoe gaan we dat dan, nou ja, een beetje als een soort van tabel ongeveer uitvogelen. En wie krijgt wat, waar je woont en met hoeveel was je? En hoeveel scheuren zaten er en wat is er gebeurd met je leven? Terwijl het erom gaat, dan, wie kan er in gesprek gaan met de gezinnen om ervoor te zorgen dat wordt overgebracht dat er daadwerkelijk sprake is van inzicht in wat het leed dat mensen hebben ondervonden. Je hoeft nog niet eens in dat gesprek te zeggen, het is mijn schuld als overheid. Maar het begint ermee dat je je inleeft in wat er is veroorzaakt. En daarna kan het gesprek plaatsvinden. En dan is er iets anders aan de hand dan, ik zit in een juridische procedure waar ik een besluit krijg over hoeveel, dan kan ik tegen in bezwaar. Want dat is uiteindelijk niet, hè, dat is niet de oplossing. En toch maar even terug naar die eerste beginopmerking over die, ik heb ooit een keer tegen meneer Wiebes gezegd, schijn nou uit met het juridische geneuzel. Dat vind ik eigenlijk nog steeds. Dat geneuzel komt pas aan de orde als al het andere gefaald heeft. En dat betekent dus dat er op een andere manier moet worden gekeken. Dus die regelingen zijn niet om geld te brengen naar mensen en gezinnen. Die regelingen zijn er om een manier te vinden om mensen in dat proces tot hun recht te laten komen. Dus die erkenning is heel belangrijk. En de waardering voor wat ze hebben gedaan in al die jaren om toch hun gezin overeind te houden, om de eindjes aan elkaar te knopen, om overeind te blijven in hele moeilijke omstandigheden. Dat is waar mensen aanspraak op maken. En naar mijn idee, naar ons idee, terecht. Ga ik over naar de heer Kops, PVV. Ja, dank voor uw rapport en uw toelichting. En ik heb vanmorgen het persbericht bij dat rapport er nog eens bijgepakt van 22 november. En toen sloeg ik toch wel aan op één zin. Ja. Namelijk, ondanks goede bedoelingen van de overheid gaat het niet goed. Goede bedoelingen. Maar ondertussen hebben we het rapport gekregen van de parlementaire enquête. De conclusies daarin zijn keihard. Ik zeg het maar even in mijn eigen woorden, maar de overheid heeft keihard gefaald. De belangen en de veiligheid van de Groningers waren jarenlang ondergeschikt. Decennia lang. Dus hoe kijkt u nu met het rapport van de parlementaire enquête eigenlijk terug op uw eigen rapport? En ik zou willen vragen, ja, welke goede bedoelingen dan? De heer Van Zutphen. In de eerste plaats gaan die goede bedoelingen, dan gaat het niet over wat er is aangericht, want dat waren niet zoveel goede bedoelingen, maar het gaat wel over de manier waarop men probeert te herstellen. En ik geloof dat er bij die hersteloperatie, dat we daar nog steeds kunnen volhouden dat dat met goede bedoelingen gebeurt. Onze gesprekken met de mensen die bij de NCG werken, destijds met Hans Alders, maar ook nu met meneer Kortman en zijn mensen. Er is bij mij geen soort van afterthought dat ik dacht van, oh, maar dat doen ze nou echt met kwaaie zin. Maar het is dus niet genoeg. Ik haal mijn vader tegenwoordig heel vaak aan. Als ik zei, van, ja, ik deed het niet expres, dan zei hij, dat moest er nog bij komen ook. En dat is hier ook het geval. Dus zo moet u onze opmerking lezen. Hè? Dus de mensen met de intentie is ongetwijfeld, wat mij betreft ongetwijfeld, de juiste. Maar het levert niet voldoende op en soms zelfs heel weinig. En daar ben ik al sinds 2015 heel kritisch op. En ik word steeds kritischer naarmate het langer duurt. De
Jacobs. Ja, nu ligt uw rapport er en het rapport van de parlementaire enquête. En met alle respect natuurlijk voor al die rapporten, maar zo gaat het heel vaak. Rapport na rapport na rapport zien we. Met heel veel conclusies en aanbevelingen. En ja, men ziet eigenlijk door de bomen het bos vaak niet meer. En wat vindt u nu dat er gewoon nu, vandaag, als eerste zou moeten gebeuren? En mag ik u ook vragen, misschien is het een vraag die niet te beantwoorden is, maar wanneer denkt u dat het opgelost is in Groningen? We hebben het wel eens over voorspellingen dat het nog 10 jaar duurt, nog 15 jaar, nog 20 jaar. Wat denkt u? De heer Van Zutphen. Op die laatste vraag, ik kan niet zeggen wanneer het klaar is. Maar ik heb wel de sterke indruk dat de data en de jaren die nu genoemd worden, dat te optimistisch is. Als we zo doorgaan zoals het nu gaat, dan kloppen die data nu al niet meer. Dat lijkt mij, ik zou bijna zeggen, evident. In ieder geval, dat is mijn stellige overtuiging. Dat te optimistisch is. En als we er iets van zouden willen bereiken, dan zouden we inderdaad vandaag moeten beginnen. En ik zou zeggen, dat betekent, ik heb het wel in een ander verband ook al, het speelt eigenlijk overal, we krijgen steeds antwoorden, ook van de verantwoordelijke bewindspersonen. We zijn in gesprek. Maar we moeten naar, ik ben begonnen met. En dat is echt heel hard nodig. Dus wat moet er, we moeten beginnen. En ik dacht, we hebben ook wel iets gezegd in het jaarverslag, hè, over, en ook de titel van, de burger kan niet wachten. Dat is inderdaad zo. Maar dat wil niet zeggen dat we nou maar ineens onbezonnen aan de slag moeten. Dat kan ook niet. Hij kan niet wachten, de burger kan niet wachten, omdat hij al 10 jaar wacht sinds 2012 en zelfs al eerder. En dat is wat we hebben bedoeld met hij kan niet wachten, want er wordt maar niet begonnen. Er wordt alleen maar gezegd we zijn in gesprek. En dat kan echt niet in een aantal hele belangrijke schrijnende gevallen. U moet zich voorstellen wat het betekent als je al 10 jaar woont in een huis waarvan is gezegd het is niet veilig. Dat is dus niet acceptabel meer. En ik heb heel lang gedacht, dan gaan we morgen alles doen in één keer. Maar ik vond de brief van de Rijksbouwmeester over we moeten wel beginnen. Maar dat moet ook met verstand en ook met zicht op de toekomst. Dus daar zou je die ereschuld aan kunnen koppelen. En dat is de ereschuld, zoals hij hem daar beschrijft, hoe je dat moet aanpakken. En ik vind het een hele verstandige manier om nu wel te beginnen. Maar het op zo'n manier te doen, dat het ook, wat zijn moderne woorden, toekomstbestendig of iets anders. Maar daar gaat het uiteindelijk wel om. Dus het gaat om, hoe krijg ik dat sociaal welbevinden terug? En ik zou zeggen, vraag het aan mij. Nou, dan is dit mijn antwoord. Maar als u zegt, wat moet ik morgen doen? Dan moet je het aan de Groningers vragen. En afgelopen maandag waren wij in Groningen op de universiteit. Een bijeenkomst voorgezeten door professor Posmus. Daar hoorde je dat het ook kan. We praten nou toch even over het rapport. Ik heb dus heel snel door die 11 aanbevelingen heen gegaan. En die had, er zitten er zeker 7 tussen, kunnen we morgen mee beginnen. Dus we hoeven niet te wachten op de civielrechtelijke aansprakelijkheid voordat we iets gaan herstellen. We hoeven niet te wachten op een uitspraak van de hoogste rechter om een scheur te dichten. Er zijn gewoon dingen, ook in dit rapport nu al, dus nog los even van alle kwalificaties die er staan in het rapport, maar de aanbevelingen zijn uitvoerbaar, kan morgen mee begonnen worden. En als ik u was, zou ik daar ook sterk op aandringen bij degene die uitvoering te hand moeten nemen. En één ding nog daarbij. Praat niet alleen met wat wij maar even in jargon noemen de bovenbazen, maar praat vooral met degene die in de uitvoering aan de slag zijn, die bij de mensen thuiskomen, die de wisselwoningen moeten inrichten, die de mensen aan het verhuizen zijn, die weten welk leed daar is ontstaan en wat het betekent om 3 jaar lang ergens te moeten wonen waar je eigenlijk liever niet woont. Want daar gaat het om. En praat met die mensen en vraag wat er moet gebeuren. En dan krijgt u hele heldere en duidelijke antwoorden. En naar mijn idee ook nog uitvoerbaar. Mevrouw Mulder, CDA. Dank voor al uw werk en dat u dat ook hier vandaag...